Goedendag, beste mensen. Ik ben Raf Spitaans. Ik ben verantwoordelijk voor de werkgroep Vroedelijk Deel- en Welzijnszorg van de nieuwe parochie Sint-Franciscus van Assisi. Ik heet u welkom in mijn eigen parochiekerk van Gemberge Centrum. Die is toegewijd aan de apostelen Simon en Judas, Simon de Heveraar en Judas Thaddeus. Vandaag willen we kort stilstaan bij de vaste actie van de kerk, namelijk broederlijk delen. Binnen de parochie Sint-Franciscus bestaan in meerdere kerken, of bestaat in meerdere kerken, een lange traditie van solidariteitsacties, zowel in de advent als in de vaste. Advent welzijnszorg, vaste broederlijk delen. We hebben van in het verleden infoavonden georganiseerd in de meerdere parochiehuizen. En ook de koffiestop in de Koolruit was een van de activiteiten die wij als dekanale en nu parochiale werkgroep organiseerden. Sinds 2020, vorig jaar dus, heeft corona er echter anders over beslist en is het niet meer mogelijk om nog zulke grote activiteiten te doen, activiteiten waar veel volk bij betrokken zijn. Marijke zal er straks iets over zeggen op welke manier we dat proberen op te lossen. Iets over broederlijk delen zelf. Broederlijk delen viert dit jaar zijn 60ste verjaardag. Het gaat over 60 jaar solidariteit tegen armoede en onrecht. Het antwoord van broederlijk delen op die problemen van sociaal onrecht en armoede is, net zoals 60 jaar geleden, delen en herverdelen. Er is immers genoeg voor iedereen, maar we moeten er ons van bewust zijn dat niet iedereen een eerlijk en een gelijk aandeel heeft. En dat wie te veel heeft, het misschien met minder zal moeten doen, zodat iedereen kan leven met genoegen. Door de ongelijkheid, en ik wil daar een paar voorbeelden van geven, is er voor de grote meerderheid van de mensen wereldwijd niet genoeg om waardig te leven. Er zijn immers 690 miljoen mensen die honger lijden. Er zijn 2 miljard mensen die slecht gevoed of ondervoed zijn. De helft van de wereldbevolking moet rondkomen met minder dan 4,5 euro per dag. 258 miljoen kinderen kunnen niet naar school en het is cynisch, maar de 22 rijkste mannen van de wereld hebben samen meer dan alle Afrikaanse vrouwen. Nochtans biedt onze planeet, als we ze fair en duurzaam beheren en verdelen, alles om iedereen goed te laten leven. Cynische economen zeggen in het kielzog van Margaret Thatcher: Tina, there is no alternative. Het credo van het neoliberalisme. Egoïsme en eigenbelang als motor van de samenleving en motor van de welvaart. Corona leert ons vandaag wel dat we daarmee niet ver springen. Meer en meer mensen, christenen en anders of niet-gelovigen, zeggen Tamara. There are many alternatives ready and available. Er zijn veel alternatieven en die zijn klaar en ter beschikking. Er wordt gewerkt aan systeemverandering. In ons christelijk jargon noemen we dat bekering. Broederlijk delen steunt projecten in het zuiden die werken aan systeemverandering, maar roept ons tevens op tot inkeer en versobering. Ik wil afsluiten met een citaat van Lieve Herrijkers, directeur van Broederlijk Delen. Door te leven met genoeg en te delen en herverdelen, kunnen we het sociale en ecologische onevenwicht herstellen. We geloven dat delen geen verarming is, maar net tijd en ruimte creëert voor wat echt telt. En er is draagvlak voor verandering. De geesten zijn gerijpt om niet meer terug te gaan naar het normaal van voor corona. Om te veranderen naar een beter normaal, waarin de planeet en de welvaart niet meer voorbehouden zijn voor de happy few,
maar eerlijk verdeeld worden en gedeeld worden met iedereen. Ik ben Marijke, ik ben parochieassistente van de parochie Heilige Franciscus van Assisi. Raf die vertelde daar straks dat er nu in coronatijd geen koffiestoppen of solidariteitsmaaltijden kunnen georganiseerd worden. Als alternatief organiseert nu de werkgroep Bloedelijk Delen van de parochie samen met KWW Gent-Brugge een fietstocht langs boeiende initiatieven en organisaties in Ledenberg, Gent-Brugge en Sint-Amandsberg. Onderweg van die fietstocht ontdek je op welke manier organisaties hier op zoek gaan naar systeemverandering. Bij elke stopplaats vind je informatie en toffe filmpjes over delen en herverdelen, eerlijke handel, rechtvaardige landbouw. En telkens wordt er een link gemaakt naar een partnerorganisatie van Bloedelijk Delen in het zuiden. En zo zullen jullie ontdekken dat zowel dichtbij als veraf groepen met gelijkaardige uitdagingen bezig zijn. De tocht die bedraagt 25 kilometer en bestaat uit 3 lussen die elk afzonderlijk kunnen gefietst worden. En wandelen kan natuurlijk ook. Inschrijven kan via de website www.parochiegentoost.be. De inschrijving bedraagt €5, maar natuurlijk mogen jullie ook meer storten. Na de inschrijving krijgen jullie een bevestiging en ook wordt dan de fietsroute en ook een brochure met allerlei info doorgestuurd. Dus zou ik zeggen, stap op de fiets en doe mee met dit initiatief.